tips van oma. Aardappels koken niet over als je er een beetje boter bij doet. En bloemkool blijft mooi bij het koken als je er een beetje melk bij doet. Nou, aan dit soort tips en deze inrichting kun je wel zien wat voor soort keuken dit restaurant van vanavond heeft. Ik ben in café Restaurant de Zwarte Ruiter in Den Haag. En dat heeft sinds kort een Hollandse keuken. Het café-restaurant zit op de Grote Markt in Den Haag en heeft dus een Hollandse keuken. Met als specialiteit de raasdonders met Friese droge worst. De sfeer is ouderwets gezellig en de bezoekers geven het een gemiddelde beoordeling van een 7,1. Jullie keuken heet Heerlijk Hollands. Ja, waarom nou die Hollandse keuken? Zijn we onze roots een beetje vergeten? De Hollandse keuken is eigenlijk in een soort verdomhoekje gestopt. En ja, wij willen dat weer een beetje nieuw leven inblazen. Zullen ze gewoon even afgaan, die herkenning? Ja, dat is van, waarschijnlijk van je oma. Precies, het draadjesvlees. Het draadjesvlees. En ja, dit? Dat noemen ze dus raasdonders met gedroogde Friese worst. Raasdonder. Dat zijn kapucijners. En een kippetje? Dat wordt dan ook zo'n beetje met goffe groenten en aardappels geserveerd. En we hebben hier een een of ander beest. Een oud-Hollands varken. Ja, dit gebruik je voor ertsoep, ja, om het te trekken. Ja. De smaak eraan te geven. Ja. Daar maak je de bouillon mee. Ja, ja, en hier nog een mosselpannetje. Ja, dat is een, nou ja, een vis, het vispannetje. Staat, ja. Dat is ook een Hollands gerecht. Dit is hem dan. Draadjesvlees met rode kool, een aardappelkoekje en natuurlijk die appelperenstroop uit Limburg. Het draait natuurlijk allemaal met vlees. Is dat zo lekker zacht? Net als bij oma. Nou, dat is wel heel mals. En tot slot een ouderwets dessert buffet in mijn geval met griesmulpudding. We hebben hemelse modder, chocolademousse, een appeltje en dit zijn kweekperensnoepjes. En die komen van deze vrucht. Dit is een kweekpeer. Daar hebben we nog nooit van gehoord. En ik ben wel erg benieuwd hoe ze smaken. Heel zoet. Meer weten over dit restaurant? Kijk op westonline.nl/kek.